내가 최고! Weer een nieuwe aflevering van Retro Kings Matties Game Room. Ik heb hier een kerstcadeau gekregen. Beetje weird. Het is constant aan het tikken. Stop right there! Do not open that. What just happened? Wie ben jij? Tja. Ik ben een kerstel. Zo ja, jou hoor. Zijn kerstelfjes niet klein met puntoren? Weet je? Dat is racistisch. Hè? We zijn in verschillende soorten en maten, ja? Sorry. Maar waar is mijn cadeau nu? Ik heb er wat voor je. Is het een PS5 of een Xbox Series X? Nee. Ik heb iets heel goeds. Christmas Crisis voor de CDI. Niet leuk? Kom ook nog een kerstfeer, een beetje kerstfeer brengen. Kijk maar. Vandaag gaan we dus Christmas Crisis doen voor de Philips CDI. Christmas Crisis is gemaakt door Philips Media in 1995 en is ook alleen in Europa uitgekomen. Het verhaal van deze game is als volgt. In Christmas Crisis voor de Philips CDI staat de kerstman tegenover een vijand met de naam Dr. Rubber Chicken. Een man die van plan is kerstmis te vernietigen. Hij heeft 24 cadeaus gevuld met explosief. Zo damn! We hebben te maken met een dikke terrorist hier. De kerstman moet nu de wereld overreizen om de bommen te ontmantelen, voordat ze in de kwetsbare handen van kinderen vallen.
Nou, ik zag dit niet aankomen voor een vrolijke kerstgame. Maar goed, laten we beginnen. Dit is niet een side-scroller platform game, maar je moet hier van beneden naar boven springen. Vind het wel even wennen hoe de kerstman springt. De controls zijn een beetje apart. Natuurlijk zijn er ook vijanden in de game die de kerstman tegen proberen te houden, zoals speelgoedtreintjes. Wow, deadly! Je hebt dus ook een aanvalknop en daarmee gooi je sneeuwballen. Je hebt 10 sneeuwballen om mee aan te vallen. Die je ook kan bijvullen in de levels. Alleen moeten ze het natuurlijk weer zo moeilijk mogelijk maken om je vijanden te raken. Want als je een sneeuwbal gooit, gaat het in zo'n enorme boog eromheen dat je vaak de vijanden mist. Serieus, waarom zulke aanvallen? Dat is net zoals in Friday the 13th voor de NES als je een steen gooit. Wie gooit er nou zo met zijn wapens? Prepare yourself! You missed! Damn it! Om een level te halen, moet je dus de top bereiken. Overal zijn de levels niet lang en heb je ze zo gehaald. Wat ik best wel vet vind voor zijn tijd, is dat je van die 3D cutscenes hebt. Je ziet de kerstman steeds ergens tegenaan botsen. Man, de kerstman is echt bezopen. Was ik dat aan het spelen? Ik dacht dat het een cutscene was. Wat moest ik daar doen? Oké, blijkbaar moest ik rechts en links drukken terwijl dat afspeelde. What the fuck? Anyway, laten we verder gaan. Er zijn in totaal 24 levels die je moet halen, dus de game is niet zo lang. Je moet dus niet in alle levels van beneden naar boven. Je hebt er een paar andere tussen zitten die je anders moet spelen. Je begint met 5 levens en als die levens op zijn, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Maar gelukkig is er wel een password systeem. Muziek zoals je verwacht heeft allemaal met kerst te maken. Allemaal vrolijke kerstdeuntjes die je hoort in de game. Er is ook maar één baas gevecht en die is aan het einde van de game. De baas ziet er zelf niet echt intimiderend uit. Een generic guy waar je tegen moet vechten. Niet echt final boss material als je het mij vraagt. Die muziek helpt ook niet. Aangezien het gewoon nog steeds vrolijke kerstdeuntjes zijn. Maar overal is de game best oké. Het is geen lange game, maar dat is ook niet nodig. Het is een leuke kerstgame om te spelen tijdens de feestdagen. Jawel, fantastische game. Hey, mijn taak is gedaan. Ik ga er vandoor. Je gaat niet iets uit mijn collectie jatten of me vermoorden, iets in die richting? Nee, waarom zou ik? Weird. Dit ben ik echt niet gewend. Right. You're a weird light, my friend. Anyway. Boy! Ho ho ho! Merry Christmas! Mijn leven is raar. Anyway, in ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Eerst eens zien waar ik mee ga beginnen volgend jaar.